Dus zij is natuurlijk 11 en ze heeft een hele andere idee, een andere fantasie. Is dat wat je dan nodig had om verder te gaan, zodat het ook echt een mooi, lekker kinderboek zou worden? Ja, nou schijn ik zelf ook wel op het level van een 11-jarige heel goed te kunnen schrijven. Maar ja, zeker, zeker. Want nou ja, wat ik zei, zij had gewoon ideeën waardoor ik... Ja, dat had ik nooit kunnen bedenken. Ja. Ja, maar je bent gek hoor. We zijn hier in de Vondelstraat in Amsterdam. Prachtig herfstweer. Tegenover mij Ellen. Ellen, schrijver van Engel. Ja, dan kom je opeens op een filmset. Ja, is geweldig om te zien. Eigenlijk alles wat ik bedacht heb in het script wordt hier uitgevoerd. Ja. En dat is gewoon ontzettend leuk om te zien. Ja, en, want het komt allemaal tot leven. Want vind je dat niet gek? Ja, ik vond het heel gek. De eerste draaidag dat ik er was, vond ik het echt heel raar. Want ik dacht, hè, wat gebeurt er allemaal? Ja. In je hoofd heb je natuurlijk eigenlijk hele andere dingen bedacht. Ja. Maar toen ik het zag, dacht ik, ja, dit klopt helemaal. Dus dat was ontzettend leuk om te zien. Ja. Het schrift schrijven, heb je dat samen met Isa en Vlinder gedaan? Ik heb met Isa het boek helemaal doorgenomen. We hebben gekeken van, nou, hoe is het? Wat was haar gevoel erbij? Ja. Zij heeft natuurlijk ook over Vlinder verteld, hoe zij de dingen zag. En daarna ben ik met het script aan de gang gegaan. Want je hebt natuurlijk heel veel dingen die je echt moet gaan verbeelden. Dus er moet echt veel beeld bij. Maar we hebben heel erg gelet op, het gaat heel erg over vriendschap tussen twee meisjes. En heel erg gelet op, wat is de hart van het boek? En zo wilden we het heel graag gaan verfilmen. Actie! En kijken weer het zweven. En vlieg! Wow! En we zijn gestopt. Vorige week ben ik inderdaad heel even op de set geweest. Ja, toen waren er toch nog figuranten nodig. Okay. Dus toen werd ik even de set opgetrokken en mocht ik dingen ontvangen. Ja. En het was ontzettend leuk. Dus welke rol had je? Ik was een voorbijganger die dus door het volgende... Opletten dan. Ja, allemaal opletten. Ja.